Interstellar, Treasure Planet, Event Horizon, Zathura, The Big Everything, The Sword of Rhiannon, The Stowaway to the Mushroom Planet, The City and the Stars, Creatures of Light and Darkness. Er zijn zoveel films en verhalen geïnspireerd door de meest mysterieuze objecten van het universum. In deze aflevering van het Heelalmeer ga ik het hebben over zwarte gaten. In 1784 schreef de Engelse filosoof John Michell: "Supposing light to be attracted by the same force in proportion to its vis inertia with other bodies, all light emitted from such a body would be made to return towards itself by its own proper gravity." John Michell beschreef hiermee het concept van een ster met zoveel massa dat zelfs licht niet zou kunnen ontsnappen aan de zwaartekracht. Wat je als waarnemer dan ziet, is een zwart gat. Destijds was dat puur hypothetisch, maar inmiddels weten we dat dit soort sterren daadwerkelijk bestaan. We hebben er zelfs een foto van gemaakt. Min of meer. In 2009 begon een sterrenkundige een project dat als doel had om een foto te maken van de omgeving van een zwart gat. En dat is best wel lastig. De uitdaging zit hem in de resolutie van zo'n foto. Die is vergelijkbaar met dat je vanaf de aarde een foto maakt van een sinaasappel op de maan. Optische telescopen kunnen zo'n resolutie nog lang niet halen. Maar radiotelescopen kunnen dat wel. In april van 2017 werden daarom deze radiotelescopen met elkaar verbonden. Dat deed men door de waarneming van iedere telescoop digitaal op te slaan en deze met een supercomputer te combineren tot deze beroemde foto. Dit is de foto van een zwarte gat in het centrum van een sterrenstelsel genaamd M87. En bedenk daarbij hoe ver weg dit zwarte gat wel niet staat. Die staat namelijk op een afstand van 500 triljoen kilometer. Dus ook al is dit de meest scherpe foto ooit genomen, het plaatje ziet er best nog wel vaag uit. En dat komt omdat de omvang van het zwarte gat ongeveer gelijk is aan de resolutie van de foto. En met speciale berekeningen en filters heeft men er toch best een heel mooi plaatje van kunnen maken. Recentelijk heeft men deze foto verbeterd door ook te kijken naar de oriëntatie waarmee de radiogolven van deze waarnemingen door de ruimte reizen. Dat noemt men polarisatie. En dat vertelt ons iets over de magneetvelden uit de omgeving van het zwarte gat. Dat plaatje ziet er als volgt uit. En wat we hier zien is een hele mooie swirl die ons dus het magneetveld toont. Laten we dat plaatje eens wat beter gaan bekijken. In het midden zien we een grote zwarte cirkel. Technisch gezien is dat niet het zwarte gat. Het zwarte gat heeft namelijk geen afmeting. We denken dat alle massa van het zwarte gat zich in één punt bevindt. Maar de zwaartekracht van het zwarte gat trekt al het licht en ook radiogolven uit de omgeving naar binnen toe. En daarom zien we dus een grote zwarte vlek. De grens waarop dat gebeurt noemen we de Event Horizon. En daar is de telescoop die deze foto heeft gemaakt ook naar vernoemd. De Event Horizon Telescoop. En deze bestaat dus uit een combinatie van radiotelescopen uit de hele wereld. Maar de Event Horizon is kleiner dan deze zwarte cirkel. Dat komt omdat ook buiten de Event Horizon licht deels wordt afgebogen. En dat zorgt ervoor dat het zwarte gat werkt als een lens. Licht vanuit de omgeving wordt afgebogen en zorgt voor een schaduw. Dat is deze zwarte cirkel met daaromheen een ring van licht. Dat licht is grotendeels afkomstig van nabijgelegen gas dat door de zwaartekracht naar dat zwarte gat toe wordt getrokken.
Daardoor wordt het heel erg heet en gaat het gas stralen. Dit alles zorgt voor dit uitzonderlijke plaatje. Een van de leiders van het project, de sterrenkundige Heino Valken, beschreef deze foto alsof men naar de poorten van de hel staart. Hoe ontstaat zo'n zwart gat nou eigenlijk? Dat begint met een ster. Zo'n ster is wel 100 keer zo groot als de aarde. Het bestaat uit heel heet gas, voornamelijk waterstof. En aan de binnenkant van de ster is de zwaartekracht zo sterk dat het waterstof samensmelt tot helium. Dat noemen wij kernfusie. En bij kernfusie komt heel veel straling en hitte vrij. Vandaar dat zo'n ster heel erg heet is en dat het licht uitzendt. De straling zorgt ook voor een kracht die het gas naar buiten toe duwt. Dat compenseert voor de zwaartekracht die alles juist naar binnen toe trekt. Wat zou er gebeuren wanneer na miljoenen of zelfs miljarden jaren de kernfusie stopt? De straling verdwijnt dan en houdt de zwaartekracht over. Het gevolg is dat de hele ster ineenstort. En de kracht waarmee dat gebeurt zorgt voor een immense explosie. Dat noemen we een supernova. Wanneer de ster heel erg zwaar is, is deze implosie zo krachtig dat de binnenkant van de ster zo sterk wordt samengeperst dat zwaartekracht alle andere krachten gaat domineren. Er kan dan helemaal niets meer ontsnappen. Zelfs licht niet. Dat is wat we een zwart gat noemen. Als je wat meer over zwarte gaten wilt weten, dan kun je in het boek Licht in de Duisternis lezen van de Duitse sterrenkundige Heino Valken. Of natuurlijk mijn eigen boek Telescopen en Tijdmachines.